Wat Pierre betreft, ja, dat heeft hij natuurlijk zelf gedaan. Alleen, we zijn wel een team met z'n allen. En hij maakt een foutje, biedt zijn excuus aan. En ik denk dat ik hoop echt dat hij gewoon snel weer aanschuift. Want we moeten het ook allemaal niet groter maken als dat is. Zeker niet als iemand zijn excuus aan heeft geboden. En gezegd heeft van oké, ik heb daar geen bewijs voor, sorry. En dan gaan we weer verder, hoop ik. Veel kijkers dachten dat jullie vorige week vechtend hier de tent zijn uitgelopen. Hoe ging dat uiteindelijk? Nee, maar dat zei ik toch in de uitzending al. Van, ja, weet je, soms gaat het er even aan toe, maar dat is ook een talkshow. Nou ja, goed, en ik was iets te fel op. Waar gaat het over? Timber, Wiever, ja. Klein beetje te fel. Ja, maar een klein beetje te fel. En dan moet je ook gewoon zeggen, nou, dat was iets te veel. Ja. En wat Pierre betreft, wat ik zeg, we zijn een team en ja, we werken al zo lang samen. Dus en wat daarna ook allemaal over hem geroepen wordt, ja, dat is ook niet altijd zo fair. Misschien had ik daar ook iets eerder in moeten grijpen toen het over Wiever ging. Want dat ging wel erg lang door. Ibrahim, jij hebt vrijdag al in de Eredivisie-uitzending gereageerd op het hele voorval. Je zei dat zoiets natuurlijk nooit gezegd had mogen worden. En Pierre heeft daar dus inmiddels dat erkend en excuus voor aangeboden. Wil jij er nog iets aan toevoegen? Nou, er is al genoeg over gezegd en geschreven. Dus laten we het over voetbal gaan hebben. Ja. Arno, er ligt er nog wel het journalistieke vraagstuk op tafel, namelijk de duistere deeltjes. Kun jij vertellen wat wij, de NOS, daarover onderzocht hebben? Nou ja, we hebben goede researchers bij ons die allerlei thema's bij de kop pakken, of het nou over voetbalvandalisme gaat. Maar in dit geval is natuurlijk ook wel even gekeken naar die periode van Stijn bij NAC. Zo helemaal kort dag, hè. Daar heb je normaal wel wat meer tijd voor nodig, maar er is in ieder geval wel al wat inzage geweest. Maar daar zijn helemaal geen spectaculaire dingen op dit moment uitgekomen, geen reden tot publicatie. Maar natuurlijk, als er interessante thema's zijn, en dit zou er ook een kunnen zijn, dan willen we dat nog wel eens uitspitten.